Yo, als je een keer wilt chillen, is dat geen probleem. Nou, kom ik meteen. Ja, oké, okay, dat je kennen we inmiddels wel. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij The Sims 4. Met in de hoofdrol Devany, Don, Pingu, Renske en Pingy. Ga er lekker voor zitten, want wij beginnen gelijk met de aflevering van The Sims 4. Nou, dat was maar toch wel even een geinig introotje, hè? Welkom terug. Wij zijn inderdaad weer teruggekeerd om geinige dingetjes te beleven hier in de Sims 4. En ik had Don eigenlijk de opdracht gegeven om Gijs te bellen. Maar Gijs, die blijkt hier al te zijn. Is dit Gijs? Gijs de Wit, motherfucker. Kom eens hier, kom eens hier. Ik wil jou eens even naar mijn zwembadje brengen. Ja, 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 oké, okay. we zijn in één keer vrienden geworden. Kom eens hier. Dan kan ik jou eens even mijn mooie zwembad laten zien. En dan is het blablabla. En dan ben je dood. For fuck's sake, het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap. Nee, nee, gijs. Nee. Uh, uh, kom eens, God, god non je. Hier naartoe komen. Dit is de derde keer dat ik het nu probeer. Nu moet je meekomen ook. Oh my god, hij wilt gewoon echt niet mee. Hij zegt elke keer dat het is de hoogste tijd. Nou. pretbederver. bederver. Oké, okay, wie zullen we dan uh, gaan bellen? Gen Jeffrey, Landgraaf. Ja hoor, kom al langs. Jeffrey is nu druk bezig. Verdomme. Volgende. Malcolm Landgraaf. We gaan gewoon die landgraafjes uitroeien. Malcolm Landgraaf komt er zo. Of komt er zo aan, komt zo langs. Helemaal goed. Hé, hey, wacht. Bob Pancakes ook. Twee vliegen in één knap. Kla klap. Hé, <laughs> hey jongens. Leuk dat jullie er allebei zijn. Kom eens hier allemaal zwemmen. Wat? Nog iemand aan de deur? Eefje van Vliet. Kom jij ook eens even? Oké, okay, dit gaat een beetje lastiger worden. Aangezien ze zijn nu al aan het verspreiden Oké, okay, we hebben er eentje in zitten. Maar ik moet er nog iemand in krijgen, ja? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, we hebben er twee in. Twee in. Ga eruit! Uit, uit, uit! Serieus, nu? Oké. Okay. Oh my god, we hebben er gewoon twee in zitten. Misschien moet ik nog een extra zwembadje maken voor die ene andere knakker die er dus direct aankomt. De, 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 de double kill. Wat is er aan de hand, zusjes? Lange werkdag gehad. Uh, wacht, kunnen die gluiperts nu mee? Kijken. Volgens mij kunnen ze dat letterlijk vanaf hier. Um, ja. Hé, hey, uh, ik wil even dat je eruit gaat. Zodat ik je even kan spreken. Maar ik kon je niet aanspreken als je erin zat. Dat is het stomme eraan. Oké, okay, we gaan nu misschien iets onmogelijks proberen. Verdomme, mijn telefoon gaat ook nog. Esme de boer wil langs. Iedereen wil dood of zo. Oké, okay, ik ga het hoogstwaarschijnlijk hiermee verzaken. Maar hey, fuck it. I'll try it out. En dan uh, samen hierheen zwemmen. Oké, hij zit erin. Hij gaat erin. Hij gaat nee, nee, niet dobberen met je voeten. Ik nee, 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 stop, stop. Kut, kut. Nee. Oh. Oké, dit is ongelofelijk. Iedereen is nu in de kelder. Nee, 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 niet met je nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Het gaat helemaal niet zo goed. Kan je niet gewoon een schop op zijn rug geven of zo Van, joh, op diever gauw. Oh god, ik ga nu oh, ik heb echt een gangster outfit. Oké, okay, Daphne, jij moet het eventjes overnemen, want die fucking knakker, die, dat lukt niet. No, 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 Bob, nee, nee, Bob, nee, Bob, nee, Bob, nee, Bob. Bob. Bob, Bob! Hier! Kostuum sieraden. Na al dat geklim over hekken en het ontwijken van laserstralen, kwam Don erachter dat de sieraden van mevrouw van de beeld gewoon geslepen zirconia's bevatten. Tot overmaat van ramp staat er een plaatselijke baas op de stoep om hun schuld te innen. Is er nog tijd... Voor een andere snelle klus? Of is het zeg maar beter om niets te ondernemen zonder een zorgvuldige planning? Ik wil zeggen improvisatieklus, maar dat lijkt me geen goed plan. Don heeft dan misschien wat strubbelingen met de baas, maar hij doet nooit half werk. Hij doet altijd het hele werk. Aan een dergelijke reputatie- en succesratio gaat heel wat voorbereidingen vooraf. Klopt helemaal. Oh my god, hij zit er eindelijk in. Oh my god, het werd tijd. Inkorten dat ding. Hek je er tegenaan. En afsluiten. Wap! Hé. Hey, hey. Oh my god, dat was verschrikkelijk. Def, als beloning mag je even lekker een bordje eten. En fucking gewoon een driedubbele kill gaan we nu gewoon halen. Oh, damn. Oh. Wie? Esmee de boer. Oh my god, ik was jou compleet vergeten. En de ondeugende interacties zijn voltooid. En fucking hell, oh, hun willen elke keer afscheid nemen. Is allemaal heel leuk en aardig, maar daar heb ik niks mee te maken, want jullie zitten opgesloten. Dus als de coole kikker dat ik ben, loop ik. Oké, okay, een beetje sukkelig loop ik weg. Ehm, um, ja, daar schieten we weinig mee op. Verdomme, Don. Had je zo'n indruk kunnen achterlaten op die slachtoffers daar, en dan verzaak je het. Oh god, de sauna stinkt! Wie moet hem schoonmaken? Eh, uh, iemand? Waarom krijgt dit opeens? Pinky is een veelvraat, veelvraat. Kunnen eten, eten en nog eens eten. Ze lusten alles, maar oh wee, als ze honger krijgen. Ja, oké, okay, ze hebben nu honger. Wat, wat nu? Wat nu, hè? Wat wil je doen dan? Huh? De dood! Don, word wakker! Kut, je moet naar de wc. Is er hier ergens een wc? Wie heeft het nou als eerste begeven? Nee, wacht, dood! Wie is dit? Malcolm Landgraaf? Serieus, als eerst. Oh, hij gaat er gelijk nog eentje noteren. Oh, damn. Ik kom eraan. Wacht even, wacht even. Oh, zij is huilen, joh. Zij beseft nu uiteindelijk dat ze de dood moet accepteren. Hoe voelt dat nou, hè? Don, shit, I'm serious. Ik bedoel, er gaat hier nog iemand dood. En je bent er nog steeds niet. Don! Don! Waar ben je? Het is zo raar om je eigen naam te schreeuwen. Hallo? Ik ben er. Hoe is het, man? <laughs> Ik lach erom. Fucking smerig. Nou, dat zijn dus uh, twee doodjes. Kijk, van wie is deze urn dan? Oh, ik zie gewoon letterlijk het voetje hier uitsteken. Fucking smerig. Wacht. Huh, ik zie er liggen. Oh my god. Dit is fucking. Oh man, dat is echt eng. Je ziet er echt en ook kijken wat ze doen, hè. Het lijkt net gewoon echt twee politiecollega's. Echt zo van, uh... Hallo Henk, wat is hier gebeurd? Ja, het ziet eruit uh, dat uh, het slachtoffer uh, is uh, verdronken. We hebben waarschijnlijk een uh, stoot op haar hoofd gehad van een kandelaar. En. Uh, ja, ik ben het eventjes aan het noteren op mijn uh, tablet. Het, is, uh, het gaat hier om een uh, tienermeisje. Evia Landgraaf heet ze, geloof ik. Uh, 16 jaar oud, rood haar. Um, hield van ponies. En. Uh, we hebben nog geen verdachte, maar er zitten waarschijnlijk uh, ergens wel DNA-sporen tegen dit hek aan, aangezien uh, ze moest toch over het hek heen gegooid worden. Oh, wacht, mijn tablet is opeens weg. Donuts? Donuts. Hoppa! Oh nee, Pingu, wat doe je nou? Wat doe je nou? Je bent zo zelfverzekerd en dan kom je opeens aan. Jesus Christ. Gewoon drie doden op een rij. Drie urntjes. Oh, trouwens, uh, ik kreeg de reacties van jullie. Van, Hé, hey, ik zat van. Hé, uh, hey, waarom is deze urn zo raar? Dat bleek omdat Kevin van dan mogelijk een alien was. Of een alien is. Dus dat is best geinig. Maar kijk eens aan. Pingu is er voor de vader hoor. Dat is toch mooi? Deze is ik ook zo lekker intimiderend onder deze. Kijkplaatjes. Dit is zeg maar voor slechtziende mensen. Of in ieder geval gewoon bij een opticien is dat. En dan is het dreigement van: ja, als je dat niet kan oplezen. Dan ga je dood. Net zoals die urrentjes. Oké, okay, bij Eefje van Vliet. Wat zullen we daar eens neerzetten? Grafschrift. Rust hard. <laughs> Het is toch normaal gesproken rust zacht. Dit stond er al in. Dit heb ik zelf niet getypt. Tienermuisje uit CSI. Weer weer een malcolm. Gewoon. Oké. Okay. En weer weer Bob pannenkoek. Gelukkig waren je pannenkoeken lekker. Punt. Helemaal mooi. Wat? Somberheidshulplijn bellen? Oké, okay. bestaat die? Hier, de somberheidshulplijn. Lol. Ga eens bellen. Kijk hem daar ook gewoon zo somber staan. Al die klappen moet hij verduren. Je komt er wel overheen, jongen. Jij krijgt alle emotionele uh, klappen in je gezicht. Maar uiteindelijk. What doesn't kill you makes you stronger. Dus uiteindelijk moet jij gewoon echt de hulk worden. Oké, okay, even dat telefoontje plegen: Lorifica Nardica Schizna. Oké, okay, nou als we daardoor ons uh, beter voelen, I don't know man. Zijn in ieder geval nog uh, zeker uh, 7 uur uh, verdrietig. Dus uh, dat is jammer. Waar dochter zal niet goed voor zijn? Een hele rits van opdrachten met alleen maar een ondeugend jarhoedje of uh, narhoedje erbij. En de balk is voltooid. Dus dat is goed, dat is mooi, dat is geweldig. Kunnen we eindelijk weer even andere prioriteiten de vooropstellen? In plaats van gewoon de hele tijd verdrietig zijn. Verdomme, dat is fucking irritant. Oh, dit gaat naar worden. Renske moet over 28 minuten naar het werk toe. Ze heeft een gele balk plezier. En ik wilde keihard laten werken. Keihard laten werken betekent meestal. Brrr, met het plezier. Maar niks aan de hand, we wachten gewoon even met naar werk toe gaan. Fucking hell, up. we gaan gewoon lekker te laat komen. Zolang ons plezier maar goed is. Def, ga jij nou uit jezelf schilderen? Yo, dat is een fucking cool plaatje. Het lijkt wel op Frankrijk. Italië. Een willekeurig dorpje. Klein surrealistisch schilderij. Fucking 600. Holy shit, die marge is belachelijk. Oeh ja, de sauna was nog smerig, hè? Ah, jij die bent een lul. Uh, in die outfit? Oké, okay, je moet het helemaal zelf weten. Het interesseert me echt niet meer. Oeh, weer hier. Zijn dit slachtoffers? Hester van Vliet, Dennis Kim, Melvin. Nee, Melvin moeten we helaas in, uh, Helaas, nou, dat is ook weer zo grof. Dit moeten we in leven laten. Daphne daarentegen kan Noah Scholten, Davy Schipper... Dat zijn de gehate personen op het moment... Laten wij Noah Noah's maar nemen. Die mogen ze direct even lekker langskomen om even een um, one-way ticket in het zwembad te nemen. Waar loop je heel naartoe? Ik weet dat je je telefoon wil plegen, maar je hoeft er niet van buiten naar binnen te lopen om een telefoontje te plegen. Dat is juist het mooie aan mobieltjes. Noah heeft geen zin om te komen. Nou, fuck you too, Noah! Hé, hey, waar is die andere gehate persoon nou heen? Bellen we Noah nog wel een keer. Je moet komen. We blijven je bellen. Noah heeft geen zin om te komen. Volg een telefoontje. Noah heeft geen zin om te komen. Volgend telefoontje. Bitch, kom nou gewoon! <laughs> Zo moeilijk is het niet. Noah heeft geen zin om te komen. Oké, okay, ik heb het opgegeven. Maar wie dan? Want die andere gehate persoon staat er niet meer tussen. Oh, wacht. Als die er niet meer tussen staat. Dat betekent. dat ze in de buurt is? Het, ze heette toch geen Roos? Of wel? Hé, hey, Roos! Vrolijke kennismaking! Oh nee, jij was het, Davy Schipper. Oké, okay, fuck you, Roos. Kijk eens. Even de tante aanspreken hoor. Staat ze dan in haar outfit. Mannetje komt even langs lopen. Hey, Shiba. Dat zag ik wel, smeelap. Even ben je. Oké, okay. komt aanlopen. Prachtig. Wat gaat hier plaatsvinden? Ze is al pissig. Telefoon! Hallo? Summer Holiday, belt u van bij te kletsen. Wil je opnemen? Niet op, mom oh, niet op dit moment. We staan echt op het punt om mensen te doden. Kom on, loop even mee. Davy, loop even mee. I'm telling you. Het is. Het is het waard. Het is de moeite waard. Nee, fuck you. Nee, fuck, fuck. Kom er gewoon naar binnen. Fuck dix. Come on. Zie je, ik heb een bikini al aan. Come on. Even meelopen, tutje. Je hoeft je bikini niet per se mee te nemen. Je kan ook gewoon in je ondergoed. Weet ik veel. Zolang je maar geen bruine vlek in je onderbroek hebt, is alles helemaal prima. Anders moeten we hopen dat we een goed filtersysteem in het zwembad hebben. Ze kan gewoon niet naar binnen toe, lijkt wel. Fuck, dat is irritant. Oké, okay, maar als ze weggaat, dan kunnen we de bellen. Waar ben je, waar ben je, waar ben je? Dammit, ik zie er niet tussen staan. Noah scholte nog maar eens proberen. Noah is nu druk bezig. Oké, okay, fuck you, Noah. Davy Schipper komt zo langs. Nou, kijk eens wat een toeval. Je liep die kant op en je kwam van de onderkant aangelopen. Nou, je hebt gewoon een cirkeltje bij je gelopen. Helemaal goed. Kom eens even lekker naar binnen, lieve schat. Oh, Hè? En dan gaan we even lekker naar beneden toe. En dan gaan we even lekker samen zwemmen. En is het helemaal goed? En dan moeten we hopen dat. Oké, okay, Pingy. Jij, jij niet. Jij niet. Stop. Ga jij maar dit poppetje bekijken of zo. Heel goed. Alles gaat volgens plan. En ze duikt erin. Het is een valstrik, domme trut. Haha. -ha. You are now captured and it will take at least one day for you to die. Wie heeft er honger? Ik ga wel even eten maken of zo. Inkomend telefoontje. Olivia de. Wit. Ah, nou, nou. Fuck. De inkomende telefoontjes die zijn juist geinig. Dat het dan een soort afspraak is, of een verjaardagsfeestje, of een bruiloft. Alhoewel, bruiloft heb ik nog nooit meegemaakt. Denk het. Oh, telefoontje. Serieus, ben ik te laat? Oh god. Oh god. Ik zat niet op de tijd te letten. Eh, uh, het kan nog, het kan nog. Doen is niet op zijn werk verschenen als je. Oh, ma nee, fuck you. Nee, we hoeven er letterlijk nog één keer naar het werk toe te gaan om een fucking promotie te krijgen. Oh mijn god, Ga gaat hij? Ga gaat hij nu nog naar het werk? Oh mijn god, hij is gegaan. Je hebt vier uur de tijd om een promotie te behalen. Al oh, lukt het nu nog om een promotie te behalen. Dat zou echt geweldig zijn. Gepromoveerd tot banketbakker. Uh, zwaargewicht pannenrek. Professioneel pannenrek voor aan het plafond. Professioneel pannenrek aan het plafond. Ovaal. Uh, dat zijn wel erg uh, grote dingen. Zo hoog is mijn plafond nou ook weer niet. Het is meer... Ja, deze inderdaad. Oké, okay, dan nou halen we deze weg. Fuck die. Deze geeft een inspirerende sfeer. Hij past genees boven mijn keukeneiland. En. Eh, Oké, okay, dan hangen we hem hier gewoon. En zwaargewicht, pannenrek. Kan die wel hier? Ja, mooi. Lekker veel pannen, jongens. Nu hopen we dat we geen pannen krijgen. Ah! Geintjes. Wat? Geweldig werk geleverd, maar geen promotie. Come on, nee. Hey. Ah, haha! Ze sterft. Helemaal mooi. Daphne, dit keer mag jij eventjes de klapjes ontvangen. Want uh, Don is even aan het slapen. Hallo? Nee, weet je wat? Blijf jij maar lekker boven. Ik maak Don wel even wakker. Want dat is gewoon zijn natuurlijke gave om gewoon bij de dood altijd aanwezig te zijn. Niet te vergeten een mooi outfitje aan te doen. Hoppakee. Nou, Henk, daar zijn we weer op dezelfde plaats. Er is weer uh, iemand gestorven, dezelfde uh, manier als uh, de vorige tiener die hier was. Uh, alleen, uh, we spreken niet over een T-Nut nu. Ja, we kennen het nu eigenlijk wel. Donuts? Geen donuts, maar een fucking sickle. Damn, son! Dat was ook een alien?! What?! Oké, okay, willen alle aliens gewoon zich even verzamelen aan één kant? Dan zet ik de, de normale mensen zet ik wel aan de andere kant neer. Oké, okay, dus hebben we Kevin van Dam en Davy Schipper. Allemaal aliens, is zo apart! Oké, okay, uh, grafschrift graveren. Kutje boef. Hoppakee, hartstikke mooi, man. Wat nou als we jou gewoon je geest naar het Hinamaals laten gaan? Wat gebeurt er dan? Uh, door de ziel van Davy naar het Hinamaals te laten gaan, zal haar geest bevrijden. Weet je zeker dat je dat wil doen? Sure. Gewoon eentje wil ik wel eens zien. Oh, daar vloog ze. Waar vliegt ze? Waar is ze heen? Ja, hoeve, ik kan niet meer verdieping omhoog. Hé, hey, wa wat? 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 Wat doe je? Man, gaat zomaar achter mijn computer zitten. Yo, als je een keer wilt chillen, is dat geen probleem. Nou, kom ik meteen. Ja, oké, okay, dat geintje kennen we inmiddels wel. Wat was dat geluid? Ga je er weer vandoor? Het was kort, maar krachtig. Maar leuk dat je er weer was. Wat is dit? Frabber, chanoe. Ik wil met je mee in dat wolkje. Ah, jammer. Deze aflevering. Vier moorden. Helemaal goed. We gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken van je leuke video. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims. doei! doei!